gemeenschap van Almelo. Ja. Want we deden allemaal mee in de vreugde. Ja. Ja, 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 ziet u er mooi uit? Ja. Dank u wel. Prachtig. Zo, geweldig. Hallo, dames, Ria, ik ben de dochter van hem. Gefeliciteerd. Dank u wel. Fantastisch. Ja, u vertelde net dat u veel gevist hebt. En postzegels verzameld. Die heb ik nog steeds, ja. Ja, ja. En dat zij vertelde dat ze heel veel gebruikte, zelfs voor de ja, voor de ja, winkel. Ja, 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 dat vroeger met en, de kleinkinderen. En toen kwam de burgemeester binnen, hè? Ja, moet dat er nog op? Ja. Einde verslag, burgemeester. Wat verbeeld mij dat ik daar nu nog altijd plezier van heb. Ik heb 20 jaar gewonnen. Ja, dat zal ongetwijfeld wel. Ja, 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 ja. Maar ik heb het al vroeger gezien, maar dat was in 1954, toen de prof in werking werd gesteld. Toen was ik er vanaf het begin al bij. Dat begon toen in 1954? In 1954, oh, ja? Met het profvoetbal. En u was erbij? Ja. Ja. Dan kwam er een fusie, toen na die 70 jaar werd het in de Blijfstak werd heel wat minder. Omdat het Amerikaanse gedoe kwam hierover vervoeren, met spijkerbroeken en spijkerjassen. Ja. En dat wilden ze daar niet maken. Oh, okay. Dat vonden ze toch maar niks. Ze wilden het echt kostuums blijven maken. Ja. Het is geen verdienste hoor, dat je 70 jaar getrouwd bent. Dat overkomt je. Okay, dat hebt u wel heel mooi verteld. Kunt u mij ook vertellen waar u elkaar hebt leren kennen? Bij de LTM, confectiefabriek voor heren en jongens bovenkleding in de Veldkonsberg in Almelo. Zij werkte als knoop aan zesstrekers fabriek en ik was kantoorbediende. Begonnen als jongste bediende uiteraard. En u bent daar nog een hele tijd blijven werken? 27 jaar heb ik daar gewerkt. En ik heb begrepen dat jullie ook een aantal kinderen hebben? Wij hebben 6 kinderen. We gaan er 5 getrouwd zijn. We hebben 12 kleinkinderen. En 16 achterkleinkinderen.